Dag, beste mensen. Mijn naam is Dirk Janssens en ik ben directeur van de nieuw op te richten kerncentrale in Diest. De kerncentrale moet operationeel worden in 2010. En voor deze kerncentrale zijn we dringend op zoek naar goede teamspelers die onze kerntaken kunnen invullen. We zijn daarvoor op zoek gegaan in studentencafés. Dat is een beetje ongewoon misschien, maar u moest eens weten hoe moeilijk het is om tegenwoordig goede, geschikte kandidaten te vinden. Ik moet u zeggen, ik ben redelijk desperate geworden. Het is ontzettend moeilijk geworden om überhaupt iemand te vinden. Maar goed, ik ben er toch in geslaagd en vandaag heb ik iemand kunnen strikken voor een sollicitatiegesprek. Goeiedag. Goeiedag. Het gaat dus om de functie van personeelsverantwoordelijke, personeelsdirecteur. Wat is uw naam? Malaise. Malaise. En uw voornaam? Constant. Constant Malaise. Ja, ja. Mooi zo. Jij mocht Stanny zeggen. Stanny. Ja, direct. Goed. Als personeelsverantwoordelijke, de job waar u dus komt voor solliciteren, moet u beschikken over Team Spirit. Ja. Hebt u Team Spirit? Ja, op DVD. Ja. Mm-hmm. Hebt u ervaring met leiding geven? Ik bedoel, bent u leider geweest van een jeugdbeweging? Jeugdbeweging? Nee, jongen. Alleen zo'n beetje in een korte broek en een veel te koud lokaal op dikke Akela zit erop. Wat is daar nou aan, Dirk? Of zo van die bospelletjes, Dirk, toch? Dat is toch echt voor Jeannette, hè? Ik ben 10 jaar leider geweest bij de scouts. Ah. Bon. Masturbeert u? Nee. Wat studeert u? Wat studeer ik? Toegepaste economische... Wetenschappen. Ook. Meneer Malaise, wilt u die job eigenlijk wel? Ja, ik wil zeker voor u. Maar past ook alweer. Personeelsverantwoordelijke. Ah, nu ben ik weer helemaal mee. Even uw talenkennis misschien. Welke talen spreekt u? Alle talen, behalve betalen. Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans. Ik spreek alle talen, Dirk. Ik kan niet, sta niet in de woordenboek van de Stanny. Antwoord gewoon op deze vraag. Catalunya, el País Basco, Galicia y el País Valenciano hablan el español. Pero sus habitantes tienen su idioma propio. Sí o no? Sí. Ja, dat is correct. Ah, ja. Dat is goed uitgesproken. Bon. Nog één vraag over uw toekomstperspectieven. Waar denkt u over 5 jaar te zullen staan? Oh, man. Hoe ziet uw carrière er dan uit? Welk werk denkt u dan te zullen doen? Dat weet ik toch nog niet. Wat deed u zo nog wel in uw kernfabriek? Zullen we ons misschien eventjes concentreren op deze vacature? Ja, zeker. Maar wat was het ook alweer? Personeelsverantwoordelijke! Ja, nu weet ik het weer, maar... Meneer Malaise, ik heb in mijn leven al veel sollicitatiegesprekken gevoerd, maar u spant toch echt wel de kroon, hoor. Dank u. Ja. Ik heb nog nooit zoveel onwaarschijnlijke, flauwe, kule stupiditeit in één mens verzameld geweten. Jesus. Ja, wat is het? Ik hoor mijn naam. Jesus. Sorry. Bon. Ik moet iemand hebben, dus u blijft zitten. Ja? Oké. Okay. We gaan een rollenspel doen. Een rollenspel? Maar dat is toneel of wat? Maar ik heb dat nog nooit gedaan. We gaan een rollenspel doen! Dirk, het is goed. Het rollenspel. Nee. Kijken we wat dat geeft. Stelt u zich voor... Stelt u zich voor dat u personeelsdirecteur bent. Ik ben uw werknemer en u roept mij binnen voor een sollicitatiegesprek. Zo hard. Nee, maar je zei roepen. Hij zei toch roepen? Begint! Ja, maar wat? Probeer het ijs te breken. Vraag gewoon iets over vrouwen en kinderen. Vraag iets over thuis. Over thuis? Aha. Hoe gaat het aflopen met Frank Bomans? Met wie? Met Frank Bomans. Ken jij Frank Bomans niet? Maar jij vraagt aan mij of ik u iets wil vragen over thuis. En je kent Frank Bomans niet. Dat is mijn kloot aftrekken. Dat is geen rollenspel, hè. Dat is niet eerlijk. Niet over de serie dat thuis. Is niet, ja, over thuis. Nee, dat over, is niet eerlijk. Nee, vraag gewoon iets over... Nee, port. Sport. Bijvoorbeeld. Okay, sport. Wie speelt de kampioen in de voetbal? Dat weet ik toch niet, Stanny. Meneer Malaise voor u, hè. Allee, vraag het nog één keer, hè. En concentration. Wie speelt er dit seizoen
kampioen in de Belgische voetbalcompetitie. Dat is toch een antwoord. Graag nu weten. 5-4. Oh, dat weet ik nog niet. Je hebt toch een glazen bal? Ah, oh, jammer, jammer, jammer. Dirk. Ta-da-ta-ta-ta. Dames en heren, geef hem nog een warm applaus. Het was een fijne kandidaat. Jammer dat u niet geschikt bent voor uw bedrijf, maar toch bedankt om te komen. Dank u, Dirk. Wij zwaren. Dirk, heb ik nu die job?